Wie hebben we hier? Even concentratie. Het is een heel belangrijk experiment. Prachtig. Ja, ik ben heel erg druk. Mag ik me toch wel even storen, hè? Ja. Sorry. Wie bent u eigenlijk? Ik ben professor Boom. Dat had u ook kunnen lezen op mijn kaartje. Ik ben ook gevraagd door koning Willem-Alexander. Want die is nu koning en die heeft gevraagd om een haargroeimiddel, een gel te maken. En dat zijn haar wat lijkt op dat van zijn moeder, hè? Want hij gaat toch in haar voetsporen. En nou ben ik natuurlijk heel slim en dat heb ik allemaal ontwikkeld. Ik heb het boek op zijn kop. Ik ben heel gestructureerd en heel intelligent. Waar had ik hem? Mijn experiment, dit boek heb ik zelf geschreven natuurlijk. Kijk, dan zal dit het resultaat worden. Mooi, hè? Prachtig. Zou die het leuk vinden? Ja. Hij heeft al zijn toestemming gegeven. Dus volgend jaar op Koningsdag ziet hij er zo uit. Ja, maar het moet toch wel even lukken, hè? Die gel. Ik kan het even op u uittesten. Of op iemand anders. Kom jij maar. Even de gel van Willem-Alexander. Het is heel vloeibaar, onzichtbaar. En ja, ik heb het ontdekt. Kijk. Sorry kind. Ik weet niet wat er nou weer mis is gegaan met mijn experiment. Maar weet je, op de vakantie Bijbelweek, dan kom ik iedere dag. En dan, dan zal ik zorgen dat het goed komt. Dan komt het in orde. Wanneer is die vakantie Bijbelweek? In juli. Ja, de eerste week van de schoolvakantie staat op de schakel een grote tent. En alle kinderen zijn welkom. Nou. En dan zal ik hoogstpersoonlijk iedere dag een van mijn zelf bedachte uitvindingen laten zien. Nou, gaat u maar snel aan het werk. Want ik zie dat er nog heel wat moet gebeuren voor het echt gelukt is. Moet heel wat gebeuren. Nou, heel veel succes. Let op, dit kan exploderen. Ja. Het is gevaarlijk werk wat ik doe. Maar ik ben heel intelligent. Dus. Dat is, Wat gebeurt hier? Ik moet even bijkomen, meneer. Kom maar, kom even naar de stoel. Je gaat even naar de stoel. Thank you.